op zoek naar de toekomst van de binnenstad. Samen op weg naar 2030. Wordt Doetinchem een groene stad, een gastvrije stad, een slimme stad? De groene stad, natuurlijk, aan de Oude IJssel. Een toekomstbeeld dat ervan uitgaat dat de winkelfunctie van de binnenstad door webwinkelen steeds meer onder druk komt te staan. Lege winkelpanden worden getransformeerd tot woningen met groene gevels en daken, terwijl een deel van de gebouwen in het centrum gesloopt wordt om ruimte te geven aan bomen, water en fonteinen. De gemeente haakt aan bij de kracht uit de samenleving en stimuleert coöperatieve initiatieven gericht op duurzaamheid. Enkele winkeliers richten zich op nieuwe activiteiten, zoals transport van hun waar in de regio en begeleiding van senioren, en slaan daarbij steeds vaker de handen ineen. Wekelijks brengen boeren uit de Achterhoek op de markt streekproducten aan de man. De bewoners doen aan stadslandbouw en wekken hun eigen energie op. Afval wordt op een centrale plek ingezameld en afgevoerd. De binnenstad ademt rust en ruimte uit en is door de nabijheid van het water, het vele groen en het complete voorzieningenaanbod in trek als woongebied. Vooral bewoners uit omliggende krimpgemeenten besluiten naar Doetinchem te verhuizen. Maar ook bezoekers van buiten weten het centrum steeds beter te vinden. Onder meer omdat er een Oude IJssel fietsroute doorheen loopt. De groene loopbrug over de Gasvel naar de Oude IJssel, de in oude glorie herstelde Walmolen en de Stadsboulevard zijn trekkers. Terwijl het jaarlijkse sportevenement Doetinchem aan Zee en culinaire evenementen druk bezocht worden. Aan de boulevard bevindt zich in de zomermaanden daghoreca en worden Achterhoekse wijnen en regionale lekkernijen verkocht. Als in 2020 op de Bleek het themapark Klein Achterhoek is geopend, wordt de binnenstad een publieksmagneet. Het is een originele kennismaking met de streek. Vooral bij opa's, oma's en hun kleinkinderen is het een populaire attractie. De gastvrije stad. Van harte welkom in het IJ. In dit scenario is de wens van de meerderheid van de centrumondernemers uitgekomen. Gratis parkeren in de binnenstad. Het effect daarvan blijkt echter minder groot dan gehoopt. De meeste bezoekers van de binnenstad kwamen toch al en vinden het wel handig dat ze nu niet meer hoeven te betalen. Maar dat weegt niet op tegen de voordelen van het kopen op internet. Pas als het centrummanagement en de gemeente drastische maatregelen nemen om het IJ gevuld te houden, begint het aantal bezoekers te groeien. Door een herijking van het detailhandelsbeleid en stedelijke herverkaveling blijft de diversiteit van het winkel- en horecaaanbod op peil en komen er winkels van de voormalige meubelboulevard naar het stadscentrum. Partijen in de binnenstad werken volop met elkaar samen om meer beleving in de openbare ruimte te creëren. Groen, historiserende gevels en wisselende foto-exposities in de buitenlucht zorgen voor een aantrekkelijker straatbeeld. Ook organiseren winkeliers op vaste momenten evenementen, zoals modeshows en proeverijen, met de stadsfeesten als jaarlijks hoogtepunt. Maar de bezoekers stromen pas echt toe als Doetinchem na een lange traditie als marktstad verder uitbouwt. Na de Mediamarkt komt er een grote beleefsupermarkt in het IJ. Het blijkt een stabiele publiekstrekker waar niet alleen binnenstadbewoners, maar ook bezoekers uit de rest van Doetinchem graag komen. Naast de weekmarkt vinden er elke maand thematische markten plaats. Een markt voor streekproducten, antiek en curiosa, speelgoed, boeken, kleding enzovoort. De keuze voor het thema markt blijkt zo'n succes dat er in 2025 rond de Catharinakerk een glazen markthal Oost zijn deuren opent. Het is een Achterhoekse variant van de Rotterdamse markthal met semi-permanente ambacht en handel. Het gebouw is zo markant dat ook steeds meer bezoekers van buiten de regio een dagje Doetinchem doen. Ze zijn verrast door de gastvrijheid en moeten erkennen dat de binnenstad van alle markten thuis is. De slimme stad. Gemak dient de mens. In deze toekomstvoorstelling is de binnenstad een uithangbord van Achterhoekse innovatie. Dankzij de Internet of Things en Big Data staan bezoekers voortdurend in contact met de winkels, cafés en restaurants waar ze langs lopen. Via interactieve etalages en hun telefoon krijgen ze ter plekke aanbiedingen die gebaseerd zijn op hun eerdere koopgedrag. Bij pick-up points kunnen ze ophalen wat ze van tevoren via het web hebben besteld. Naast winkels en horeca vinden we in het centrum steeds meer werkplaatsen waar jonge, startende ondernemers allerlei digitale gadgets repareren en advies geven. De jongeren worden actief geworven in de regio door middel van stagebeurzen en ondernemersdagen.
Bij de helpdesks en ambachtelijke bedrijfjes waar ze werken komen vooral hoogbejaarden en digibeten die het lastig vinden om alle nieuwe trends bij te benen. Ouderen komen ook veel in de binnenstad voor ontmoeting en zorg, terwijl mobiele brigades uit Doetinchem zorgdiensten door de hele Achterhoek aanbieden. Sommige innovaties worden niet alleen ingezet onder het motto gemak dient de mens, maar ook om de beleving te vergroten. Slimme verlichting, games en entertainment in leegstaande winkelpanden zorgen ervoor dat de binnenstad een grote funfactor heeft. Dankzij publiek-private samenwerking is het gelukt om de Terborgseweg tot een van de slimste winkelstraten van het land te maken. De straat is een showroom van regionale vernieuwing. Er staan lampen van NEDAP, AGV's, Automated Guided Vehicles en scansystemen van de Countergroep. De Achterhoekse maakindustrie ziet de binnenstad als etalage. De icoon van de stad is echter Doetinchem van boven. Een kabelbaan van regionale makelij die bezoekers vanuit de Varkensweide via het centrum naar de Mediamarkt of de Hamburgerstraat brengt. Doetinchem haalt het landelijke pers mee, omdat ze de eerste gemeente is die het heeft aangedurfd om dit innovatieve vervoerssysteem in gebruik te nemen. De kabelbaan trekt veel bezoekers van buiten, net zoals het jaarlijkse Licht op het IJ Festival, waar lichtkunstenaars Doetinchem letterlijk in de schijnwerpers zetten. Doetinchem, wordt het een groene stad, een gastvrije stad, een slimme stad of, tja, wat wordt het?